Doe je telefoon eens weg! Ik zet even mijn mat. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik hier samen met. Nu wel. Nu weer. Ja, nee, maar nu ga ik weer winnen. Oké, de vorige aflevering was je erg stil, maar je bent er nu weer. We zijn weer helemaal fucking ready. Voor de mensen die niet weten, wat moeten mensen nu echt doen in deze video? Abonneren op Koen. Ja, inderdaad, abonneren op Koen. Bij 500.000 abonnees geef ik die vette gave kaartjes voor me weg. Ja, en ik geef niks weg. Gisteren nog wel. We hebben het gisteren opgenomen, wel met andere memes gegeven. We gaan niet dezelfde memes kijken, maar er was alles verneukt. En toen zei Matty bij 750k abonnees voor 2021 geeft hij zijn moes knuckles jas weg. Ja, één gelukkige kijker, ja. En hij gaat hem brengen ook, hè? Ik kom hem brengen, ja. Ik kom hem brengen, ja. Ik ga het natuurlijk nooit halen, maar straks moet ik mijn moes knuckles jas weggeven. Ja. Echt mijn lievelingsjas. Ja, jij bent ik heb maar één jas, maar... Jij hebt één jas inderdaad. Maar als die weggegeven wordt, dan koop ik... Moet jij een nieuwe van me kopen? Oké. Okay. Ja, als in, ik betaal wel, maar dan moet jij even, moet jij even uitzoeken. Ja, is goed, is goed, is goed. Nou, in ieder geval, dus ik 500k, jij 750k. Ja. Jij bent bang dat je inhaalt. Ik ben niet bang, ik weet dat het gaat gebeuren. In ieder geval, we gaan kijken naar memes. Deze is leuk, heb ik gehoord. En we mogen deze keer... Niet lachen. Ja. Nee. Welkom bij een nieuwe GTA-fond. Ja. Gedeprimeerd meme-compilatie. Zo, jezus. This is the perfect moon for a werewolf to come out. I'm gay. Auw, Nina, je slaat me in mijn piemel. Sorry. Je moet oppassen daarmeme. Dat is echt een tandrode meme nu, hè. Dat alle mensen dat nadoen, ja. Echt. Die piemel. Ja. Je moet iemand niet in zijn piemel slaan. Ah, dat is Nina, zo. Je slaat me in mijn piemel. Ja, hij lacht. Ja, ja, ja. Nee, ja, maar nee. Nee, nee, het is wel waar. Je hebt me echt smeerpoep. Ja. Oké. Mensen die gaan stoer lopen doen tegen McDonald's personeel. Dat zijn ook ziek. Dat zijn mensen die daar ook niet worden los. Dat is het zielige. Die willen daar niet zijn. Die willen jou ook geen hamburger verkopen. Nee. Dat kan hun een reet roesten dat jij een klant bent. Het maakt hun geen tyfus uit. Ze staan er alleen omdat ze geld moeten verdienen. Ja, en heel weinig ook. En weinig ook. Ik was vroeger wel eens naar de kassa bij een maat die dan daar stond. Ja. Gratis hamburgertje. Echt? Ja. Sorry Mac, als jullie kijken, maar... Welke Mac was dit? Dat ga ik niet zeggen. Mac Groningen. Mac Groningen. Super Mario heeft een rode pet, maar hoe heet zijn broer met de groene pet? Yolanda. Robert? Een mythe gaande, dat Robbie altijd op een bepaalde manier zijn pack openings begint. Yo man. Ja, dit is die intro waar wij hem vroegen, toch? Oh ja. Zo echt tering houdt ook dit. 654 min 321 is... 975. Deze is blijkbaar goed bevallen. Ja. What the fuck is dit? Band. Dit is best gevaarlijk. Oh nee. Zo! Ik heb al mijn bieren op, jongen. Oh, hallo. Mag ik jullie wat vragen? Tuurlijk mag je wat vragen. Kunnen jullie misschien ook een euro zoeken ernaast? Ga je mijn pijpen? Deze is echt al te lang. Nee, ik ken deze. Ja, jij lacht ook. Flip, flap, flubba doobba blap, flubba doobba beep, al flap. Je kan hier Martijn, niet lachen. Martijn Krabbe is zo mean. Fuck. Ziggo. Oh, it's almost there. Of meisje. Zodra je bent geboren is dat eigenlijk het eerste wat de dokter roept. Maar wat als je er daarna achter komt dat je niet in een van die twee hokjes past? Nou, dan ben je misschien wel... In de war. Jongen of meisje? Zodra je bent geboren is dat eigenlijk het eerste wat de dokter roept. Maar wat als je er daarna achter komt dat je niet in een van de twee hokjes past? Nou, dan ben je misschien wel... De Bosch PSB 18 LI2 Triple Bag. Ja, ik hoor een lachje, man. Ja, absoluut. Ja. Ja, de Bosch. Mensen, even voordat mensen gaan huilen hierom. Als je nou een Boschje, hoe noem je dat ding, voelt. Prima, moet je lekker zelf weten. Yo, strijders, even een goede truc. Let op. Nee, maar dit was het. Goede truc, boys. Later. Dit is wel een leuke rogentruc. Ja, ik
Ik heb geen idee hoe hij dit doet. What the fuck? Wat is hier nou weer aan de hand? Maar, nee. Gaat die lip nog dicht ook, of wat? Ja, niet, we zitten er tussen, maar dit is heel erg raar. It literally makes my head move. I'm not even kidding, look. Yeah, right. Here, Dad, can you record this for me? Thank you very much. So apparently, if you put this on your head, it just moves on its own. Oh my god, wait, what is it doing? What is it doing, Dad? Watch out. Opgelet, deze week sluit het leger in je brievenbus. Je krijgt een brief waarin staat dat je vanaf nu onder de dienstplicht valt. Eerst gold dat alleen voor jongens, maar de Tweede Kamer wilde iedereen hierin gelijk behandelen. En iedereen moet aan de... Die hoeven dat sowieso niet, toch? On your head. Give me that thing. Give me that stick. Come here. Just come here. I'll do it really soft. Come on. You know me. Nice and soft. Ready? Stand a little bit closer. Oh my god. Flip, flap, flubba-dubba-blap, flip, flap, flubba-dubba-blap. Maar hier hadden we het gisteren ook over. Ja, dit was grappig. Dit is gewoon lief. Ja, dat is grappig. Lief. Plus Roy heeft een R8 gekost, hij lacht ons allemaal uit. Al zei jij gisteren. Ja. Kan je me uitlachen, dan heb je wel een R8, maar ben je nog steeds een sukkel. Dat heb ik niet gezegd. Ja, wel. Ja, dat was jij. Dat zei Roel van, of zei jij dat van, ja, hij lag nu als laatste, want hij is een R8. Is dat zo? Als je gememd wordt in deze koude harde serie. Nee, maar kijk, even over die R8. Nou, heb je gewoon goed gedaan. Ja, uitstekend gedaan. Uitstekend gedaan, maar de R8 is gewoon een vette bak. Vette heb bak. Heb jij niet? Nee. Alhoewel jij zo meteen wel te zien bent in de meest vette bakken serie van Nederland. Absoluut, ja. Nee, maar vette Roy is het kijk, jongen. Je kijkt het denk ik niet. Ik maar... denk het wel. En als je gaat zeggen, Roy, moet je kijken. Roy, kijk. Je hebt een vette bak gekocht. Ja, Roy, je hebt het goed gedaan. En wij hebben je merch gekocht. Dus eigenlijk hebben wij 9... eigenlijk mogen wij een keer rijden. Nodig ons uit voor een ritje in R8, want wij hebben jouw merch gekocht. Dus ja, mede financierd aan jouw R8. En je boek ook. En daar genieten we van. Ja. Hello people, I order a pizza, but what are this? It's pink. It's rose. Oh my god. I hope not that I am voedsel vergift again. Probeer die leuk te doen. Nee, dit is hij echt hoor. Nee. Jawel jongen, hij is zo dom. Ja, maar, hij is zo verschrikkelijk dom. Maar waarom praat hij Engels? Ja, we zijn eigenlijk wel international. Nee, hij zit gewoon leuk te doen. Nou is het niet leuk. Nee, hij is niet leuk. Racism, let's do that shit, huh? Come on, if you're racist then you know it, clap your hands. What the fuck? Maf. Wat een meme zit. Mensen, kunnen bedanken voor het kijken. Vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. En laat ons rijden in de R8 van Royalistic. Dat is zeker gebeuren. Dat wil je, hè? Dit heeft kans van slag. Kom eens een keer een video met Roy. Ja, Roy, kom hierheen en maak Waarom een vlog. Ga je geen meme review met Roy doen? Roy, wil je alsjeblieft een meme review met mij doen? En dan moet je even hard lachen als je in je eigen vuilnisbak doet. De route. Abonneer! Regen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog reben. Nee, ik hoef geen kartje. Paar ruggen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.